Goed, oh, we gaan uh, met het stamtafelgesprek beginnen, zoals wij dat hier tegenwoordig ja. noemen. Ja. En uh, aan die stamtafel is aangeschoven Rick Vinken. Dat is juist. Goedenavond Rick. Ja, Goedenavond. Uh, goedenavond. Rick Vinken, ja, uh, je bent nog, nog jong. Ja. Uh, je bent al heel even in de, in de country wereld bezig. Klopt. Uh, ho, hoe is dit eigenlijk zo begonnen bij jou? Ja, dat begon eigenlijk uh, twee jaar geleden. Toen uh, pakte ik een uh, gitaar, die, uh, die heb ik ooit een keer toen aangeschaft. Dan deed ik niks meer mee. En ik zag hem staan en. Uh, ja, ik denk, dat probeer ik toch eens. Nou ja, dat, uh, dat, dat ging goed, want een half jaar later stond ik op de bühne. En uh, ja, toen ging het eigenlijk vrij snel. Ja. ja. Uh, doe je het voornamelijk alleen of, of heb je begeleiding? Of, of, of speel je wel eens met een band? Uh? Nee, ik doe meestal, uh, heb ik uh, een gitarist bij me. Mm -hmm. En uh, die, die doet altijd met me mee. En uh, soms is die er niet en dan moet ik het alleen doen. Maar dat ja. vind ik ook helemaal niet erg. Maar je begon eerst in het Nederlands? Uh, nee, nee, ik heb altijd wel uh, country gespeeld, yeah? daar begon ik mee. Ja. Oké, okay, nou vertel eens over dat, 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 dat Drentse competitie, wat was dat? Ja, yeah, ik heb meegedaan aan het uh, Drents Liedjesfestival inderdaad. Yeah? En uh, dat is een uh, best wel groot dingetje in Drenthe. Ja, yeah, lijkt mij ja. Ja, en uh, daar ben ik eerst mee geworden met een Drentse nummer. Ja, yeah, ik zag country, het. Country ja. uh, gerelateerd. Yeah. Ja, want ja. was wel Nederlands toch? Ja ja, ja, ja. Hoe heet dat in Drents, kan nog het nog jij? Even los van alles. Oh, even los van alles, ja, nee. ja. Oké, okay, ja. 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 ja, nou ja. Ja, we hebben er geen ondertiteling bij vanavond, Jaap. We moeten het allemaal zomaar geloven. Ja, we hebben geen camera's hier. Dan. Nee, uh, jouw, jouw country nummers die jij uh, zingt. Uh, wat zijn dat voornamelijk voor nummers? Uh? Ja, ik denk dat je het een beetje kunt vergelijken met... Uh, Mul Haggard, Johnny Cash vooral. En uh, af en toe een beetje Brad Paisley. Ze hmm. dus, uh, is nooit, uh, nooit verkeerd. Wel traditioneel meer. Ja... Ja, daar hangt het dus Maar in. Hunter Hayes echt dat richting pop, dat doet Nee, dat niet. Nee? Nee. nee? Oh nee, dat niet. Nee, dat niet. Nee, dat niet. Nee, nou, maar dat, 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 kunnen jullie, dat kunnen jullie mooi in sommige dingen samen toch wel wat, wat vriendjes wezen. Mule Hackett. Ja, zeker. Ja, nee, prachtig. Ja. Nee. Ja. Want, eh, kijk, als je nou uh, Chris Jong hebt en Hunter Hayes en zo. Ja, ja jongens, je moet er van houden, maar dat is mijn genre niet zo. Nee. Weet nee. je dat gaat echt richting de, de pop. Uh, kijk, we, uh, even een zijsprongetje maken. We deden uh, uh, Zack Brown ja. Dat vonden we vroeger heel leuk. De laatste cd was nou, ik denk, nou, dat is niet mijn muziek, mijn muziek meer. Nee, nee, dat nee, zou je dan bijna hier nee, niet kunnen draaien. Nee, nee. Maar ja, we hebben straks nog meer uh, wat over Zac Brown te vertellen. Nou, dus dat kan ook goed, dan, daar heel goed, goed nieuws hebben. Dat komt straks allemaal. Ja. Uh, de muziek die jij uh, zingt, uh, heb je daar ook eigen geschreven nummers bij? Uh, ja, ja, we zijn uh, druk bezig nu met een album aan het opnemen. In uh, de studio van Neo Records. Hm? Ook wel bekend van John en Inke of Singa. En uh, dat Singa. zijn. Uh, hm ja dat is een, misschien een bekende naam hele bekende voor ons ja, ja, ja. zeker en uh, die, uh, die zijn nu druk bezig voor mij uh, om een album te maken en die verwachten we ongeveer in april uh, dat die uit is met uh, elf nummers elf country nummers wordt het covers allemaal denk je wel nee het is allemaal eigen werk allemaal eigen werk allemaal eigen werk knap nou, dat vind ik al een applausje water. Ja, als je wat een cd maakt voor uh, eigen werk. Ja, prachtig. Eh, 19 jaar, en dan uh, ja, ja. dit al zo, uh, zo doen. Dat Keurig. is fantastisch. Uh, um, doe je nog meer mee met uh, andere Somfestivaletjes of, of, nee, of nee? nee, verder niks. Nee. nee. Zou je dat wel willen? Uh, ja, dat ligt eraan wat het is. Als ik daar een beetje vrijheid heb en een beetje nou ja, toch wel richting de country kant op kan, ja. dan zou ik dat wel willen. ja. ja. En, en en optredens bij grote festivals. Ja, we staan uh, dit jaar staan we op uh, Western in oh. Dat is Dus uh, drie dagen, vrijdag, zaterdag en zondag uh, van 7 tot 9 juli. En dat is een uh, ja, mooi festival. En we gaan ook nog naar het bevrijdingsfestival in Assen op 5 mei. En uh, ja, zoveel mogelijk Country laten horen. Is dat, uh, dat bevrijdingsfestival? Is dat alleen country? Nee, toch? Nee, dat dat is is alles echt, door elkaar? Hè? Alles door elkaar. Ja, dat, uh, ja, ik heb er wel eens van gehoord, ja. ja. Dat is leuk. Nee. Prachtig. Um, zelf schrijven. Waar haal je dan inspiraties vandaan? Ja, als ik zelf een beetje probeer te schrijven, dan uh, ja, het is, het is altijd een momentopname. Dus uh, dat zijn altijd nummers. Dat zijn momentopnames. En ja, als er iets gebeurd is, dan schrijf je daarover. Of als ja. er iets uh, gaat gebeuren, wat op je pad komt, dan schrijf je daarover. Schrijf je de muziek ook? Uh, nee, nee, dat doet uh, John en Inke. Oh ja, nee, wat ik wou vragen is, sommige mensen komt eerst de muziek en dan het schrijven. Yeah. Ja, het lijkt mij makkelijker eerst schrijven dan de muziek. Yeah. Uh, het lijkt mij makkelijk helemaal niet, want ik kan dat niet. Uh, <laughs> we kunnen het samen proberen. Type. Oh, dat kan. <laughs> ja, ja, ja. Leuk. Nee, ik, ik zag dat je goed bezig was op YouTube. Want je, je was ook ergens in Duitsland op een groot festival met een band uh, Ja, de Ulsener Muzieknacht hebben we gehad. Ja. En uh, dat uh, komen 350 muzikanten jaarlijks bij elkaar... Maar. Om uh, door heel Ulsen in Duitsland te spelen. Ja. Ja. Oh, dat is uh, net onder Hamburg ergens. Ja, ja. Ulsen. Ja. Oh, leuk. Je speelt dus nog meer in, in het buitenland ook? Uh. Uh, ja, Duitsland met name. Daar, daar wordt wel wat gespeeld, ja. Hm. Verder, verder niet erg. Nee, nee, ja, nee. Nou. En, en voel je al een beetje dat het hier in Nederland ook wat, wat opkomt voor jou? Dat je hier gewoon wat meer optredens krijgt? Ja, ja de podiums worden ook uh, steeds uitgebreider en steeds groter. En uh, af en toe wat theaterdingetjes. Dat, ja. dat is heel leuk. Wat zou je het liefst willen? Uh, gewoon theaterwerk uh, met z'n tweeën? Of, of zou je het liever met een band gaan doen? Ja, dat is een, een goede vraag. Ja, ik vind allebei uh, hartstikke leuk. En ja, ja dat, het is maar net wat op je pad komt. Ja, dan nou, als... mocht het heel veel verder gaan. Het liefst met een dikke band erachter natuurlijk. Zeker. Stil, gitaar, film, ja, ja. zulke dingen is het Dat is geweldig. Hey, een andere vraag. Doe je, doe je School? Ja, ik uh, ga nog... Uh, vijf dagen naar school ja dat is uh, eigenlijk één dag en vier dagen uh, ben je verplicht aan het werk ja en dan volg ik de koksopleiding oh ja ja oh dus jee dus je gaat ja. een zingende kok worden ja precies <laughs> ja, <laughs> nou, ja. Lekker, goed, lekker alles voorbereiden met een, een, een goede stem erbij ja. alleen ik kent dan net geen gitaar dan moet even je gitaar eens mee hebben, dan achter je blijven staan ja precies <laughs> in de keuken leuk hè <laughs> ja. toch nou ja, ja, ik, uh, ja. nou ja, je zit wel in mijn straatje, want ik hou ook van koken. vind ik leuk. Kijk, nou, ja, goed, maar dat dat ja. zei ik net al, jullie, weer, jullie passen precies bij elkaar. Uh. Nou, ik speel ook gitaar hoor, alleen jullie moeten niet luisteren. Dat niet. Oh, nee, <laughs> nee, dat moet niet doen. Nee, <laughs> dat is goed. Dat is goed ja. okay. um, waar, waar kunnen de mensen meer over jou vinden? Dat kan uh, via Facebook, of gewoon Rick Finke, Of op uh, www.rickfinke.nl gewoon Aan elkaar, Rick Vinken, maar dat is niet CK, hè? nee, dat is met een K. Ja, gewoon R-I-K. Oh ja. Yes. ja, ik had het toen ook verkeerd geschreven, ik dacht dat hij Rick met CK, maar ja, maar nou, dat je... is heel makkelijk, natuurlijk makkelijk te vinden. Ja, Toch? zeker weten. Zeker. Ja. Nou ja, we hadden net die eerste nummer al gehoord. Ik, ik vond het al uh, prachtig, ja, dankjewel. En uh, je had uh, hier... ik had jou wat voor gezegd, we zijn hier helemaal gek van Mole maar ja, dat heb je goed onthouden. Dat heb ik ja, al, ja, al gezien. Ja. <laughs> dat gaat helemaal we hadden goed komen. nog niet gezegd wat het eerste nummer was, hè? I do believe, ja, van Willen Jennings. Kijk. Nou, Wayne Jennings. Oh, ja. Nee, dat is Ja, we heel krijgen vanavond de mooiste artiesten, Jaap. Echt waar. Ja, die komen allemaal voorbij. Die komen allemaal weer voorbij, dus. Uh, ja. uh, Rick, heb je zelf nog wat, uh, wat je kwijt wilt? Uh, waar je zegt van nou, uh, dat vind ik nog belangrijk om te zeggen. Nee, ik uh, ga zien voor vanavond. Ik vind het leuk om hier te zijn. Dat, nou. uh, dat wil ik graag nog zeggen. Ja, nou ja. goed, uh, wij vinden het leuk dat je er bent. En dat uh, is eigenlijk uh, ook heel belangrijk natuurlijk. Want Kanteland uh, ja, Café zonder artiesten.